De zoektocht van Quick Boys naar een opvolger voor coach Jan Zoutman is in volle gang. Er wordt met een kandidaat gesproken, maar de club wil nog niet bekendmaken met wie. Dus is het afwachten wie volgend seizoen aan het roer staat op Nieuw-Zuid. De Katwijkers willen eerst afrekenen met een thuiscomplex. Want de laatste weken gaat het heel moeizaam op eigen veld. Worden er meer punten buitenshuis gehaald. En daar hoopt Scheveningen gebruik van te maken. Vorig seizoen won de ploeg van John Blok ook al op bezoek bij Quick Boys. Rog. Gomez Nieto. De opkomende rechtsback. Levi Swiebe zoekt naar de opening. Die vindt hij bij Gomez Nieto. Voorzet Aldogan. Quick Boys komt eruit, zo lijkt het. Hoewel de eerste inzet is van Mitchell de Vlucht namens Scheveningen. Dat veel personele problemen achterin kent. Jari de Jong is afgelopen week op de training geblesseerd geraakt. Dus ontbreekt hij ook. Peters breekt door en scoort, maar er is al gefloten vanwege buitenspel. Daar kan het gejuich van de meegereisde Scheveningse supporters niets meer aan veranderen. Je kan je afvragen of het buitenspel was, want Hamdani leek daar de buitenspelval op te heffen. Maar het doelpunt gaat dus niet door. De Vlucht. Komt veel aan de bal op het middenveld. En bereikt nu Aldogan. Die het spel breed moet houden en altijd een individuele actie in huis heeft. Probeert het een keer zelf. Nog niet succesvol. Quick Boys met een vrije trap. Akohen, de captain, neemt hij voor zijn rekening en het scheelt niet zo gek veel. Het is het eerste gevaar van de thuisclub tot nu toe. Quick Boys heeft het moeilijk. Scheveningen met snelheid. Aldogan, Peters, uitgeweken naar de zijkant. Daar is Rog voor de openingstreffer, daar is hij. Barry Rog, de visserszoon, helpt Scheveningen op voorsprong. Op aangeven van Peters, de spits, is de middenvelder vrijgekomen. En de man die in het KNVB-bekertoernooi tegen Ajax de eretreffer maakte, is ook nu trefzeker. Quick Boys kan aan de bak. Karkoes. Met de moed en wanhoop. Als het voetballen niet lukt, dan maar eens van grote afstand proberen. Quick Boys heeft gekozen voor een tactiek die gericht is op de twee spitsen van Nieuwkerk en Thijssen. Wil door de lucht. Meenhard probeert het. Bal verlengd door van Nieuwkerk. Voorzet Kuivenhoven. Thijssen probeert daar de vrijheid te vinden. En dan Bloemendaal. Quick Boys heeft hier het antwoord. Met een doelpunt dat eigenlijk een beetje uit de lucht komt vallen. De bal wordt wel weggewerkt, maar dan komt hij voor de voeten van Bloemendaal terecht. En de man die op het middenveld mag spelen, maakt de gelijkmaker. Begon het seizoen nog als rechtsback. Swiebe. Scheveningen wil weer wat terug doen en dat gebeurt ook. Maar Peters ziet voor de tweede keer een treffer afgekeurd worden. Onbegrip is van zijn gezicht af te lezen. Hij zou dan een overtreding hebben begaan. Maar wederom mag Peters niet juichen. Quick Boys komt goed weg. Hamdani. De bal wordt niet goed weggewerkt door Van Rey, die een schorsing van 6 maanden boven het hoofd heeft hangen. Scheveningen is in beroep gegaan. En bijna komt Quick Boys dan opeens op voorsprong. Dat zou helemaal de omgekeerde wereld zijn geweest. Al moet gezegd dat Scheveningen wat minder sterk voor de dag komt dan in de openingsfase. Thijssen. Nog altijd is het gevaar niet geweken en de paal staat een doelpunt in de weg. En de bal is binnengebleven. Dus gaat de aanval verder met Karkoes. Thijssen nog een keer en de lat. Je gelooft het toch niet. Uiteindelijk toch het fluitsignaal. Dus het feestje had sowieso niet doorgegaan. Maar paal en lat in één aanval. Dat is pech in optima forma. Gomez Nieto. Aldogan. Ze vinden elkaar flink. En daar is Rog. En die moet voor de tweede keer scoren. Maar laat dat na. Bijna een kopie van zijn eerste doelpunt. Met één belangrijk verschil. Hij gaat er nu niet in. Echt hartverwarmend is het allemaal nog niet wat Quick Boys laat zien. Maar dat houdt de schade in zekere zin beperkt. In de tweede helft moet het wel anders. Thijssen. Akohen. Net tegen het voetje van een tegenstander aan. Voordat hij gevaarlijk kan worden. Quick Boys gaat het maar eens uit een standaard situatie proberen.
Omdat het voetballen heel moeizaam gaat. Thijssen en Leerdam redt. Scheveningen overleeft, maar vraag niet hoe. Er gebeurt in elk geval genoeg in deze derby. Het is niet allemaal even hoogstaand. Maar er is genoeg vermaak op Nieuw-Zuid. Bentham, de verdediger, is mee opgekomen. Een actie die misschien wel meer had verdiend. Van Anthony Bentham. Peters. Hij staat niet geïsoleerd in de spits. Uithalen maar. Schiet tentje. Maar Hogedoorn blijft overeind. De doelman zorgt ervoor dat Quick Boys niet voor de tweede keer op achterstand komt. Vrije trap. En dan is het wel raak. En het is Peters die nu eindelijk toegejuicht kan worden. Maar hij is heel dankbaar voor de assist. Hoewel hij dit zelf natuurlijk netjes doet. Maar hij bedankt Zwiebe voor die vrije trap op maat. Quick Boys moet weer opboksen tegen een achterstand. En John Blok laat even zien hoe je balletje hoog houdt. Hij is wel in vorm. Rezo Di Hargio komt er niet uit. El Moussaoui in de diepte. Karkoes. Daar is dan de vrije doortocht. En Leerdam. Van Nieuwkerk. Nee. Rezo Di Hargio redt op de doellijn. Gebeurt van alles. Een leuke wedstrijd. Aldogan. Robinson. Nog een keer Mehmet Aldogan. Dit doet hij fraai, zeg. Doet denken aan de oude Mehmet Aldogan van weleer. Door de jaren heen zo geplaagd door blessureleed. Maar deze is onhoudbaar voor Hogedoorn. En Aldogan helpt Scheveningen aan een marge die heel comfortabel lijkt. 1-3. Zwiebe. Kopkans. En dan gaat hij er alsnog in. Robinson geeft het laatste zetje zoals een echte spits betaamt. Hij zal hem nooit zo makkelijk hebben gemaakt. 10-10-10 scanderen de meegereisde fans uit Scheveningen. En Robinson is de man die het doelpunt op zijn naam krijgt. En voor Quick Boys wordt het op deze manier wel een behoorlijke leidersweg. Want de hoop op een goed resultaat begint zo langzaam maar zeker te vervliegen. Bukhari ingevallen. Akohen. Overname Rog. En daar is Ravensbergen die het duel aangaat. Scheidsrechter trekt gelijk rood. Geen enkele twijfel bij Daan Schaper uit Dokkum. Die de lange reis naar Katwijk heeft gemaakt. En hij is onverbiddelijk. En Ravensbergen een vat vol frustratie. En hij is op weg naar de douche. Karkoes. Wacht lang met afgeven. Vindt wel Thijssen. Die gaat neer en strafschop, zegt de scheidsrechter. Daar zijn ze het bij Scheveningen bepaald niet mee eens. Maar ook nu is de arbiter niet van gedachten te brengen. Geel komt erbij. Je kan je afvragen of dat terecht is. Thijssen lijkt toch echt zelf naar de grond te gaan. Maar cadeautjes zijn er om uit te pakken. En Thijssen kan het als geen ander. De strafschoppenspecialist Pursang scoort weer eens zijn 11e van het seizoen. Daarmee is hij gedeeld topscorer in de derde divisie. 2-4. Maar de vraag is of het niet te laat komt. Want er is niet veel tijd meer over. Bukhari. Mooie actie. En dan is daar Jesper Leerdam. Er is nog wel een deel van het publiek dat er geloof in heeft. Maar dan moet hij wel gaan vallen nu. Leerdam. Wat een fantastische reactie. Op de kopbal van invaller Jim Gillissen. Reflex houdt Scheveningen op de been. Akohen. Probeer het maar eens op goed geluk. Maar we zitten al in blessuretijd, dan gaat het nog even mis. De doelman van Scheveningen laat zich gaan. In duel met Gillissen, de invaller. De scheidsrechter heeft er het nodige van gezien. Gaat wel overleggen met zijn assistent. En daar komt de rode kaart voor de keeper van Scheveningen. De stoppen slaan door bij Jesper Leerdam. Hij laat zich gaan. En begaat dan een domme overtreding. Gaat zich nog even beklagen bij de assistent scheidsrechter. Maar hij valt in de verleiding
van een tegenstander die de bal tegen hem aangooit. Dat is niet netjes, maar dit mag niet duwen. En dan gaat hij rood krijgen. Een smetje op een verder uitstekende overwinning van Scheveningen op bezoek bij Quick Boys.